en de klopjacht van de politie op de arrestanten die uit het cellenhuis aan de Keizerstraat zijn ontvlucht, is succesvol. Gisteren zijn nog 2 van de mannen aangehouden en overgebracht naar het cellenhuis aan de Keizerstraat. Het gaat om Seven R en Nigel J. Een derde, Ronald S., alias Antenne, wist op slinkse wijze te ontsnappen toen hij werd aangehouden. Al deze arrestanten zijn in het Nassau-gebied in de boeien geslagen door een gemengde eenheid van de gewapende machten. Een groot deel van de groep is echter besmet met het COVID-19-virus. Onze nieuwsdienst verneemt dat de gemengde eenheid inspeelde op een melding van enkele arbeiders in het gebied die de mannen staande wisten te houden. Hoe deze arrestanten konden ontvluchten uit het politiecellenhuis is nog niet bekend. Giani B., Jonathan K. en Arsenio V. zijn eerder aangehouden. In het cellenhuis Keizerstraat zijn de met het COVID-19-virus besmette arrestanten van de politiepost Nieuwehaven ondergebracht. De politie verzoekt de samenleving om informatie over de voortvluchtige arrestanten door te spelen.